Wij zien daar Mark David Levin op de loop van Albert Schweitzer ziekenhuis. Die is hier natuurlijk aanwezig omdat wij geld bij elkaar schermen voor onderzoek. Hij is een van de vele onderzoekers die dit werk doen. Er zijn natuurlijk meer ziekenhuizen in heel Nederland, zoals Maarten ook voor heel Nederland schermt. Daar zijn Maarten van de Leiden Foundation ook ongelooflijk veel geld bij elkaar heeft verzameld. Vanmiddag aan het einde gaan wij bekendmaken hoeveel wij bij elkaar hebben verzameld. Maar Mark David Levin is een van die onderzoekers. En wij steunen hem, maar we geven hem ook een hartelijk applaus. Mark David, voor jou en voor al die andere onderzoekers die hard werken. Al die andere mensen in het ziekenhuis. En we hebben daar de manschappen van Saluut Batterij Atkins. Die hebben wij bereid gevonden om vandaag een aantal kanonschoten af te lossen. Dus oordopjes bij. Ze staan in het gelid. Ja, mannen in het gelid. Houding, schouders omhoog, borst vooruit. Ik zeg, mars richting het kanon. En Maarten van der Weijden geeft straks het commando vuur met een rode vlag. Begrepen? Ingerukt, mars! Salut! Heb je misschien een aantal keertjes geoefend in het zwembad of hier in de haven? Ja. En vind je het een beetje spannend? Ja. Wat is eigenlijk het allerleukste aan zwemmen, zullen we meteen? Dat je onder water kan. Oh, dus jij gaat eigenlijk al die meters onder water zwemmen. Loop maar even een stukje door. Of doe je nog een beetje borstklon of stofslag tussendoor? Ja. Ja, een beetje van dat. Heel veel succes dan. Zwem je die kant op naar de brug. Daar ligt een hele grote oranje boei. Daar zwem je omheen. Dan zwem je aan de overkant. Zwem je terug naar de haven, naar de laatste boei die aan die kant ligt. Daar liggen de tweede, de laatste boei die daar ligt. Ook daar ga je omheen en vervolgens zwem je hier en zwem je hier onder de boog door om te finishen. Belangrijk, als je onder de boog door gaat, doe dat met je hoofd boven water, zodat de tijd ook geregistreerd wordt. Voordat ik niet hier de trap had. Voor iedereen zover alles duidelijk? Ja. Oké, okay, nou wens ik jullie heel veel succes. Want we willen toch elke keer het kanon afsteken. Wat is het allerleukste? Gewoon het zwemmen. Het zwemmen zelf, ja. En wat voelde je toen? Was het zwaar of was het juist heel makkelijk? Allebei een beetje. En nu wil ik de kans hebben. Wat ga je zo meteen als eerste doen? Eerste. Heb je wel verdiend? Ja. Kortom, fantastisch. Voor degene die een zwembril kwijt is op het ponton gevonden bij de douche. Het zwembril.